Welkom bij deze podcast van Force21. En uh, dit keer hebben we een bijzondere gast weer. Victor, Victor Rase uh, van SalesBuilder. Nou, Victor, wij kennen elkaar al een tijdje. Uh, Zeker. Um, ja. Ik wil toch even teruggaan in wat heb je allemaal in de MSP-IT-industrie al niet gedaan? En dan ga, daar, ga ik daarna de SalesBuilder uh, verder in. Maar wat heb je allemaal niet gedaan al in de IT? <coughs> nou, ik ben denk ik 25 jaar uh, actief. Dus ik heb een eigen MSP gehad. Uh, ik heb bij verschillende MSP's gewerkt. Ook in verschillende rollen. Ik ben nooit begonnen als techneut en uh, daarna de commerciële rol ingegaan. En uh, mijn laatste baan werkte ik bij dat was ik verantwoordelijk voor de Benelux. En daarna ben ik uh, begonnen aan uh, salesbuilder, wat nu salesbuilder is. Ja. Ja, je hebt een hele reis wat dat betreft ook achter je. Maar je komt ook echt uit die MSP-markt. Uh, ja, uh, ja, je ja. er een gehad, je bent ervan. Met mijn voeten uh, in de modder gestaan. Ja, met je voeten in de... Precies. Hey, een Sales Builder, um, uh, we zitten hier niet helemaal voor niks. Wij helpen jou ook uh, met je hele marketing en ja. uh, content bouwen. Dus wij weten wel een beetje wat salesbuilder is, maar misschien de rest niet. Dus wat, wat is salesbuilder? Wat ja. doet het? Ja, salesbuilder maakt het makkelijk om, uh, om, om je salesproces uh, uh, te draaien. Dus uh, salesbuilder uh, gebruik je om te beheren wat je verkoopt, aan wie je verkoopt en hoe je verkoopt. Dus we uh, hebben aan de ene kant integraties met het distributielandschap. Dus waar koop je in. En aan de andere kant de integratie met uh, de autotask. En uh, je kunt er dus uh, je portfolio mee beheren. Je kunt er offertes mee maken. En je kunt klanten in staat stellen om in jouw uh, salesbronnenomgeving orders te plaatsen. Maar dat is er toch al lang al. Dat we, hebben, we kennen bol.com, we kennen de Cool Blues. Ja. Ja, alle IT bedrijven hebben zoiets toch al, zou je denken? Ja, dat is dus niet zo. Dus uh, we hebben de bol.com en de Cool Blues. Maar uh, die IT dienstverlener die ontzorgt natuurlijk zijn klanten en die is het aanspreekpunt. En wat je vaak ziet in de praktijk is dat ze toch... Uh, nog steeds bezig zijn met Excel-sheets en Word-documenten... en heel veel aan het knippen en plakken zijn. En heel veel tijd spenderen op de portals van de verschillende distributeurs... om te kijken uh, wat is mijn inkoopprijs, waar is een voorraad, kan ik het uitleveren. En dan moet die informatie worden overgebracht in hun backend-systemen. En in de offerte van de klant dan moet er een pdf worden gemaakt... die wordt gestuurd, er wordt er heen en weer gemaild. En uiteindelijk als er een order is of een handtekening... dan moet die weer in het systeem handmatig worden verwerkt. Dus dat kost heel veel tijd... Is ook heel erg foutgevoelig. En is ook niet het leukste werk om te doen. Want die verkoopers willen ook het liefst gewoon een gesprek voeren met hun klanten. Ja. Nou ja, goed. Dat heb je dan op zich uh, wel. Hè. Dat uitwerken is niet, niet echt leuk. Maar klantcontact is er uh, in, in principe. Is het nou niet zo dat, uh, dat wat, wat jij doet, dat je eigenlijk, het, het, als ik het even plat sla, hè, het klantcontact wegautomatiseert? Is dat dan wat je doet? Nou, ik zou dat niet zeggen, nee. Ik denk dat je juist meer ruimte uh, maakt voor het klantcontact. Oh ja. Ja, hoe zie je dat dan? Ja. Hoe gaat dat dan? Want dat is natuurlijk interessant. Ruimte maakt, maar uh, dan da moeten natuurlijk wel alle, alle orders gewoon lekker doorlopen als sales. om sales toch bezig met die ordering. Ja. Is, uh, de, de, die ruimte, oké, okay. maar dan? En dan wat, hoe, moet sales, hoe gaat een sales, sales dat dan doen? Hoe, uh, hoe werkt dat voor uh, een sales van een MSP? De ruimte is er. En dan moet je wel vertrouwen dat dat allemaal doorgaat. Of, of is het dat hij nog wel een rol heeft ook in het orderproces? Nee, absoluut. Dus, dus, dus het, het proces... Uh, is hetzelfde in de, in de zin van, hè, je, 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 je beheert wat je verkoopt, je maakt er een offerte mee, je stuurt het aan de klant en je gaat een akkoord ophalen. En er zitten natuurlijk allemaal dingen tussen. Dus een klant die gaat ook reageren op een offerte. Alleen de handelingen die je moet uitvoeren om dat proces te doen, die worden voor een groot deel geautomatiseerd. Waardoor je gewoon meer tijd over hebt om de conversatie te voeren met je klant. Of je te verdiepen in de klant. Or, en, en dat soort dingen. Dus dingen die wel leuk zijn. En ook waar een verkoper meer energie van krijgt. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hey, en um, in dat uh, speelveld hè, toch de commercie van de MSP'ers. Als je dan zeg maar, terugkijkt uh, sinds je begonnen met en een beetje vooruit kijkt... Wat, wat, welke ontwikkeling zie je zeg maar, in dat hele commerciële proces van de MSP... En, en, en waar speel je dan die rol daarin in zo'n ja, uh, ja. proces? Nou ja, Je kan het een beetje omverdelen in, in, in drie. Uh, je, je hebt een, een MSP, nou goed, daar hebben die, die definitie is vaak al discussie over. Maar uh, wat wij zeggen is van ja, de IT-dienstverlener die verkoopt een combinatie van hardware, uh, software, eigen diensten en uren. Ja, en dan meestal in combinatie met elkaar. En wat je ziet is eigenlijk dat er drie soorten offertetrajecten zijn, dat zijn hele kleine offertes ik wil een nieuwe laptop of misschien zelfs een muis. dan heb je de middelgrote offertes. Hè? dan gaat het over uh, een, een, aantal, een aantal laptops met wat software en wat diensten. en dan heb je de grotere offertes. en die gaan vaak over complexe trajecten en complexe projecten, soms al aanbestedingen. en um, wat je ziet is dat um, die eerste categorie dat is het hoog volume. Hè? Ja. dus worden er ja. veel van gemaakt. ja. En, um, nou dat zijn, dat zijn vaak steeds weer dezelfde handelingen... voor steeds weer dezelfde producten. Uh, waar ook vaak, ja, ook bij die IT-dienstverleners... Eh, die komen mensen tekort. Ja. Dus die blijven vaak wachten. En uh, die klant die moet, uh, die moet als ze een nieuwe laptop willen vaak... of bellen of mailen. Mag ik een offerte voor een nieuwe laptop? Want er begint een nieuwe collega. Ja, dat stukje kunnen we heel goed wegautomatiseren. Omdat je als uh, IT-dienstverlener vaak een selectie maakt van wat vanuit alle distributeurs uh, waar ik mee werk, welke laptops wil ik nou aan mijn klanten aanbieden? En dan kan je een selectie in maken, die kan je in sales worden klaarzetten, en vervolgens kun je, kan je zeggen nou, tegen klanten of een deel van je klanten van nou je mag hieruit kiezen, en dan is het inderdaad net zo makkelijk als het bestellen van een stofzuiger op Coolblue. Ja. Ja. Dus een, binnen één minuut heb je een orde geplaatst op een ja. standaard portfolio. En je noemt even één pijnpunt. Het is eigenlijk uh, niet alleen MSP's, het is gewoon een hele markt. Mensen vinden, hè, de juiste ja. mensen vinden, dat Decijst. is een pijnpunt. Dus dat los je voor een groot deel toch op. Hè. Je creëert tijd. Ja. Um, maar welke rol speel je nog meer, zeg maar, of wat, vind ik, uh, wat, wat, wat zijn nog meer pijnpunten in die, bij die MSP die zeg maar, hiermee opgelost worden? Wel, welke welk pijn adresseer je daar nou? Uh, meer omzet misschien, of, of uh, de omzetverstijging. Uh, uh, maar wat nog meer, Re, richting de toekomst van zo'n MSP. Ers. Want ik, ik vind daar wel wat aan. <tie> MSP'ers moeten veel, steeds meer, hè? je zegt het net al, meer met die klanten in gesprek gaan, ja. bewegelijker worden, meer toegevoegde waarde bieden. Maar hoe speel jij daar een rol in? Nou, Het begint denk ik allemaal bij het, het portfolio van die MSP. Nou, ja. ja. Oké, okay, maar wat, wat, wie ben je ja. en wat doe je voor een klant? En um, dan gaat het er toch over om een mix te maken van alles wat er te koop is. Maar dan zodanig dat het past bij de doelgroep waar je je op richt. Ja. He, dus uh, vroeger uh, waren IT-dienstverleners generalisten. Ja, je zijn al uren. En, en, en... Precies, en dat maakt niet zoveel uit wat je doet. Als je een laptop nodig hebt, dan ga ik je helpen. Ja. En wat we wel zien is een beweging naar meer specialisten of partijen die zich richten op een bepaalde niche. En als je stept over niches zijn, dan kan je daar zeggen van ja, wat, wat is nou een niche? Dat kan gaan over een bepaalde industrie. Dat kan ook zijn over een geografisch gebied. Dat kan ook zijn over horizontale processen. En wat je hiermee kunt doen, is dat je dat je, je portfolio, hè, die, die verzameling van hardware, software, services en uren, dat je die afstemt op je doelgroep. En, en daardoor een, een combinatie maakt die heel erg die doelgroep aanspreekt. Ja. Hè, de, denk aan de, de, je hebt de moderne werkplek, dat is een soort algemeen containerbegrip. Ja. Maar de moderne werkplek voor de juridisch adviseur, daar kan je wel wat mee. Want die heeft natuurlijk hele specifieke eisen en wensen en behoeften en pijnpunten waar je dan op in kan spelen vanuit dat portfolio. Door die generieke producten bij elkaar te bundelen. En vervolgens daar iets overheen te gieten. Wat gaat over specifieke software of specifieke instellingen of domeinexpertise waarmee je die klant kan helpen. Je zou toch denken dat ze dat eigenlijk allemaal al doen? Of, hoe, hoe zie jij dat, dat? zou je denken, maar in de praktijk zie je, zie je dat... Er zijn een aantal spelers dat, die dat doorhebben en dat aan het doen zijn. Maar er zijn ook een heleboel die die beweging nog moeten maken. Ja, ja. En dat komt ook te vaak omdat het best wel complex is om dat te doen. Want aan de ene kant is het een strategische richting die je als bedrijf moet innemen. Dan moet je dus over nadenken, over reflecteren. Is ook lastig als je het altijd druk hebt. Maar dan, vervolgens... dan kom jij, hè? als je altijd druk hebt, dan kom jij en dan... Ja, 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 nou kan ik dat niet voor zo oplossen natuurlijk, maar ik kan er wel uh, bij helpen. Maar vervolgens moet je dat ook operationaliseren. Dus als je dan die richting hebt uitgezet, van ja, hoe zorg je ervoor dat dat in de praktijk ook op die manier wordt uitgevoerd? En daar, he, en daar kan SalesProder wel degelijk bij helpen, omdat je kan vastleggen: van he, dit is hoe ons aanbod eruit ziet. Uh, zowel intern, dat je allemaal afspreekt: dit is wat we verkopen en niet iets anders. En dat meteen uitstraalt naar je klant toe en zegt: dit is ons portfolio. En dat die klant zich ook herkent in wat hij daar kan vinden. Ja, ik, ik, hoor, je, uh, uh, ik hoor je zeggen, ga het nou automatiseren waarbij je eigenlijk de administratieve taken, ook vooral in je salesproces, hè, die, die pdf's maken en e-mails en uh, ja. uitzoeken. Automatiseer dat nou, zodat je tijd hebt om met je klant te praten. Maar wacht even, je kan je met je klant praten, maar je moet ook vooral je portfolio goed neerzetten en goed richten op de doelgroep waar je mee wil in, in gesprek met Precies. Je wil zijn. Precies, ja, ja. ja. En dat faciliteren. En uh, nou, dan ga ik zeggen, oké, okay, die werkplek voor de advocaten of voor de notaris of eens. Hoe, hoe configureer je dat dan? Dat, dat kan je dan in salesbeelden hangen en dan. Precies, want het gaat uiteindelijk over de, de mix van, 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 van de dingen die je verkoopt. Hè, ja. Dus de mix van welke hardware, welke software en welke diensten ja. voor die specifieke niche die ik bedien. En hoe schrijf je dat nou op, zodat het herkenbaar is voor die klant. Wat voor resultaat koop ik nou als ik dit bij jou koop? Dus het gaat aan de ene kant over, over hè, je, gewoon je prijs je catalogus... en dan verrijken met plaatjes, afbeeldingen, video's en teksten. En aan de andere kant gaat het over, als je een offerte stuurt... Ja, dat doe je op basis van schablonen. En ook die wil je niet steeds weer met de hand bij elkaar bedenken. Maar dan wil je een bibliotheek aanleggen van zowel offerte schablonen... voor specifieke doeleinden, want je hebt verschillende projecten. Ja. En, en aan de ene kant doe je die moderne rekwerk, soms doe je een telefooncentrale... soms doe je iets anders en dan wil je iets pakken van de plank... Wat je steeds veritereert naar een betere versie. En daarbinnen wil je uh, Lego blokjes gebruiken. Die je kan invoegen. Uh, die je ook weer steeds verfijnt. Maar niet weer steeds het, nieuw, het wiel opnieuw uitvinden. He, dus je wil daar een standaard hebben die je kan verbeteren over tijd. Maar het is toch eigenlijk super saai voor zo'n IT bedrijf dan. Want, ja, wij, we zitten in dezelfde wereld. Uh, uh, we acteren daar ook in. Maar techneuten en IT bedrijven willen toch eigenlijk steeds opnieuw... Nieuwe dingen doen, nieuwe maatwerken. Het, is, ja. het klinkt heel saai. Ja, nou, daar ben ik niet met je eens. Want het uh, nou, kan saai klinken, maar ik denk in de praktijk dat het super interessant is. Want dat portfolio wat je hebt is natuurlijk aan verandering onderhevig. Ja. Het is niet zo dat je dat nu neerzet en dat je daar een jaar niet meer naar kijkt. Ja. Hè? Je moet natuurlijk dus aan de ene kant aan je, aan je klant aan de vragende kant kijken, wat speelt daar? En aan de aanbodkant kijk, kijken, van wat is er in de markt te koop, wat ik op een slimme manier kon combineren. Voor die klanten, ja. mijn manier, waardoor ik die pijnpunten oplos. Ja. En dat operationaliseer je met je portfolio en je, en je verkoopprocessen. Ja. Ik ben het met je eens hoor. Kijk, uh, ik vind dat heel veel it te tegelijkertijd zie ik toch die uh, ont ontwikkeldrang van IT-bedrijven. Ja. Omdat IT-bedrijven toch in, van origine door techneuten te zijn ja. opgebouwd. Ja. Uh, maar uh, ik vind eigenlijk dat vooral de eigenaren van IT-bedrijven moeten meer ondernemer worden dan techneut. Die techniek is belangrijk, maar wordt toch ook steeds, uh, steeds meer gestandardiseerd door de alle leveranciers. Kijk naar de Microsofts, uh, kijk ja. naar de Datto's trouwens, die is ook hard bezig, ga, ga ze maar door. Dus je, die techniek uh, is, is interessant belangrijk, maar je moet vooral ondernemer worden. En ik denk dat je daar ook een, echt een rol in speelt in het ondernemerschap van de MSP. Nou zeker, maar hè, dat, dat gaat erover. Maar dat gaat toch steeds kijken naar je winkel en kijken naar je etalage. En kijken in hoeverre is mijn etalage nog relevant voor de doelgroep waar ik me om richt. Ja. En wat je zegt is waar. Hè? Ik bedoel, dat, dat aanbod van nieuwe tools, nieuwe softwareoplossingen, nieuwe producten, nieuwe diensten. Waar je ook nog eens heel erg door hè, benaderd wordt. Nou. Leidt ook enorm af. Ja, dat is ja. ook best wel lastig, want dat geldt voor mij ook. Ik vind het nog steeds interessant om te kijken wat alles wat er te koop is, om te kijken naar. en soms zijn er ook nieuwe diamanten die waar je over na kan denken om te kijken hoe integreer ik dat of wat heb, verkoop ik vandaag, maar we, wat kan ik vervangen voor iets anders. Ja, maar dan moet je natuurlijk niet de hele tijd mee bezig zijn, want dan wordt het weer onrustig. Ja, niet alleen intern, maar ook naar buiten toe. Ik trek de parallel wel eens uh, met een MSP-VT-bedrijf met een restaurant. Ja, dat is misschien niet helemaal uh, de juiste parallel, maar toch. Ik vind een goed restaurant, die, daar heb je een menukaart en die is niet zo heel groot. Nou, je zegt het eigenlijk al, maak nou specifiek een, menu, een menukaart voor jouw klant die specifiek voor die doelgroep past. Ja. Maar wat ik vooral interessant vind aan een restaurant, en zeker de goede, die zijn heel goed in up and cross-sell. Dus als er dan een overkomt komt en die zegt, oh, dat, nou, dan moet je eigenlijk deze wijn hebben. Ja, dat zegt hij puur. Misschien eh, ook uit uh, uh, klantbeleving hartstikke mooi en fijn. Maar vooral ook omdat daar de meeste marge op zit. Ja, Zeker. Zie je dat ook zo? Kan je daar dan inderdaad binnen de IT-wereld met jouw oplossing dat ook echt in gaan regelen? Um, ja, want die Up een cross all, dat gaat natuurlijk nou, heel simpel bekeken. Gaat het over als ik een werkplek bij je koop, hè, dan koop ik niet alleen maar een laptop. De muis. Maar, hè, dan heb ik een muis nodig en een docking station en een display en een laptoptas en, uh, en een sleeve. En, nou, ga maar even door. Een linkje. Een linkje. Maar goed, als je elke keer als jij een offerte maakt en je gebruikt Word, Excel, je moet eraan denken. En dan moet je vooral die elementen weer opzoeken bij de distributeurs. Uh, welke moet ik hebben? Uh, zijn ze op voorraad? Wat is mijn inkoopprijs? Dat is best wel wat werk om dat aan te bieden. Nou, ja. Ja, dat kunnen we inderdaad standardiseren. Dus als je zegt van nou, elke keer als wij een laptop verkopen, dan zijn dit de up-and-cross-sell items. En dan wordt het heel makkelijk voor die verkoper om ze aan te zetten of voor die klant om ze te kiezen. Ja. Het klinkt wel trouwens als een. Uh... Uh, jeetje, wat een moeilijk proces om dat te implementeren. Ja, dat valt maanden, reuze mee. Maanden mee verder, denk ik. Ja, nou, dat valt reuze mee. We hebben een klant uh, die is na oplevering dezelfde middag nog uh, begonnen met uh, offereren. Dezelfde middag. Ja, en het hangt natuurlijk heel erg vanaf uh, wat voor bedrijf je bent en waar je staat. Ook, ook, hè, de status quo. Dus, dus hè, hoe goed heb je in kaart van alles wat je verkoopt. En um, als, dat, als dat al redelijk gestandardiseerd is, dan gaat het heel erg rap. Als je er nog over na moet denken, dan duurt dat wat langer. Ja. Uh, natuurlijk. En dat heeft ook te maken met, met klein, middel of groot, grote organisaties. Ja, dan moet je natuurlijk ook, dus er zit ook een veranderingsproces. Hè? Want er zijn natuurlijk meerdere mensen ja. uh, die vandaag op deze manier werken en morgen op die manier moeten werken. Dan moet je toch even meekrijgen en enthousiasmeren om dat te doen. Ja. Maar tot nu toe, lukt ik tot onze. Ja, want jouw uh, klantengroep weet. zit in, beide, in, die, in alle drie de sectoren eh? groot, middel, ja. Uh, klein. Ja. Ja, en zeker. En ja, goed, hè, de, de meeste impact hebben we uh, bij klanten die, die, die best wel wat offertes per maand sturen. Hè. Dus vanaf 50 offertes per maand ga je het echt merken. Ja. Want dan kost het serieus tijd om dat te doen. Ja. Op zo'n manier dat het ook echt professioneel eruit komt. Uh, dus daar hebben we de grootste impact. Hè. Als jij vijf offertes per maand verstuurt, ja, dan kan je het nog prima doen met, ja. met Word en Excel. Maar hoe hoger het volume en de complexiteit, hoe meer impact het heeft om het uh, te standaardiseren, om het makkelijker te maken. Ja, je automatiseert voor een groot deel eigenlijk de automatiseerder. Voor een groot deel in zijn Ja, proces. nou in ieder geval het proces uh, van, uh, hè? Van, 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 van lead tot uiteindelijk gescoorde opdracht en, uh, en alles wat ertussen zit. Ja. Hey, en even een blik naar de toekomst. Uh, want we hebben het natuurlijk uit over salesbedrijven, wat je allemaal kan. En de toekomst van de MSP. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar hè? Je, je, wat je net al helemaal in het begin zei. Ik heb een MSP gehad, ik kom uit die wereld, ik zit er al 25 jaar in. Uh, er is al heel veel gebeurd. En als je nou dus de komende paar jaar vooruit kijkt. Waar, waar, waar moet de MSP'er dan staan? Of waar zie je dat hij heen gaat? Ja, het zijn altijd een interessante vragen. Die verandert natuurlijk ook. Het antwoord ook. Um, kijk, wat waar we net al even over hebben gehad is dat dat richt je nou op een niche. Hè? Want uh, dat maakt je speciaal en dat maakt je ook waardevol, denk ik, en herkenbaar. Ja. En dat maakt het allemaal ook makkelijker. Hè? Het maakt het makkelijker om te bepalen van uh, hoe zit mijn portfolio eruit. Het maakt het makkelijker om talent aan te trekken. Hè, want het is veel duidelijker wat er moet gebeuren. Ja. Het wordt makkelijker om uh, te marketen naar je doelgroep. Want ja, een heel specifiek verhaal spreekt veel meer aan. Ja, het wordt veel relevanter. Veel relevanter, en je kunt ook veel beter selecteren welke kanalen je moet zijn om dat verhaal te versterken en in de markt te zetten. Ja. En daarbij uh, denk ik dat het ook uh, heel interessant is als, als MSP. Hè, die wordt toch vaak, uh, vroeger was het. Uh, uh, ...heel erg infrastructuur en werkplekken en kabels en patches... ...maar tegenwoordig zie je steeds meer dat die behoefte zich verschuift naar boven... ...naar het bedrijfsproces van jouw klant. Eh, dus, die, dus jouw eindklant heeft ja. ook te maken met een administratief proces... ...of een logistiek proces, verkoopproces, uh, noem het maar op. Uh, business intelligence. Uh, dus het, ik denk dat het heel interessant is om te kijken van welke rol kan ik daar spelen... En, en, en hoe beter je bent in, in, het, in het focussen op een bepaalde doelgroep, hoe meer kans je ook hebt om naar boven te klimmen in dat businessproces van je klant. En met business apps dat te gaan automatiseren. En ik denk dat daar heel veel kansen nog liggen. Ja, je hebt daar ook een subset, dat noem je digital agencies, die zich daarmee bezighouden. Ja. Ja, dus, uh, maar de MSP, die MSP heeft die klantrelatie al heel erg. Ja. En het vertrouwen en de infra waar die apps op moeten komen. Dus dat ja. is een hele mooie. En, en, en daarmee um, uh, moeten ze denk ik toch ook wel weer een beetje uit hun comfortzone. Hè? Want nogmaals, IT, techniek, het is heel erg gericht ja. op operatie, dagelijks Klopt. praktijk, uh, techniek. Wat je terecht ook zei, nieuwe leveranciers, interessant, hey, dat is interessant, laten we verder techniek ontwikkelen. Maar eigenlijk, en ik ben het met je eens hoor, moeten ze nu naar de business van hun klanten. Ja. Maar dat is helemaal uit de comfortzone van ze. Ja, en uit, ze, moeten, ze hebben dus ook een nieuw soort mensen nodig in het bedrijf, ja, ja. die die taal spreken. Ja, zoals? Wat voor mensen zijn dat? Nou, bedrijfskundigen, hè? de mensen die, die verstand hebben van hoe kijk je naar een proces. en hoe maak je een verschil tussen hoe doen we het nu en hoe willen we het straks gaan doen. en hoe kan je software gebruiken om dat te digitaliseren of te automatiseren. Dat zijn toch weer andere mensen die zich ontfermen over de infrastructuur. en over het Microsoft-platform uh, en over de security uh, stack. Uh, dat is weer een andere laag. dus. Ja. dus uh, de, in, binnen uh, de jou, uit, uiteraard niet onbekend. hebben we vroeger de service manager. Ja. Maar die, die heb jij ja, misschien ook wel nodig. Maar je hebt eigenlijk misschien een heel ander soort service manager ja. nodig. Ja, of de business analist. Ja. Um, die verstand heeft van en de business. En verstand heeft en affiniteit heeft met software... waarmee je die, 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 dat businessproces kan, uh, kan automatiseren. En er zijn natuurlijk genoeg uh, SaaS-oplossingen die daarmee uh, bezig zijn. He? Grote platformen die ook steeds beter uh, oplossingen aan, aanreiken. Maar die moet je dus kunnen, kunnen toepassen bij je klant... En dat gaat toch niet zonder domeinkennis, domeinexpertise. Ja, ik... dus je zou dan zeggen, die businessanalisten zou je... Hè, de, ik, je gaat de advocatuur in als voorbeeld. Zou je eigenlijk een businessanalist uit de advocatuur moeten aannemen als IT-bedrijf? Of moet, willen aannemen? Ja, ik denk dat dat een hele slimme zet is. En dat geldt natuurlijk voor al die sectoren. Je hebt het over hè, verticale industrieën, ja. maar je hebt het ook over horizontale processen. Dat kan natuurlijk ook. Kan ook, ja. ja. Uh, dus dus er, zijn, er zijn heel veel... Als je nou een matrix maakt, heel veel vakjes waar je dat zou kunnen proberen. En je kunt natuurlijk beginnen met welke vakjes zijn het dichtst bij wat ik nu doe. Ja. In plaats van heel ver weg. Dat maakt het al een stuk makkelijker. En um, kom ik ook nog even terug bij jou, want uh, bij wat jij doet. Dus een business analist uit de advocatuur of uit het proces of uit de regio maakt aan zich niet zo heel veel uit. Maar die heeft toch helemaal geen verstand van IT. Die begrijpt er toch helemaal niks van. Dus die kan de hele werkplekoplossing, die moderne werkplek toch helemaal niet goed uitleggen aan zijn klant. Of hoe zie jij dat dan? Nou, ik denk dat het dat prima kan. He, ik bedoel, die, 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 die moderne werkplek gaat ook niet als je praat met een klant over de techniek. Die gaat natuurlijk over wat kan je met die moderne werkplek bereiken. Ja. Die gaat uiteindelijk over het, het businessresultaat. Wat als je, he, dat is wat je krijgt als je dat bij mij koopt. Ja. He, dus je bent productiever of je bent veiliger. Of uh, nou, je, je klanten kunnen makkelijker zaken met je doen. Hebt, uh... Ik denk dat ik... De, ik ga daar nog, nog een stapje verder in. Zeker in combinatie met jouw oplossing, eerlijk gezegd. Uh, wat, wat ik de kracht ook vind van wat je doet... is het proces automatiseren... maar eigenlijk ook... Uh, uh, hoe moet je dat mooi zeggen? De techniek uit de techniek halen. Daarmee bedoel ik te zeggen... die werkplek die zit hier, die kan je bestellen. Uh, dit is hem, dit zit erin. Kijk, kijk maar even in de beste klant. Dit zit er allemaal in, enzovoort. Maar ik ga met jou praten wat je ermee kan. Ja. En als je denkt, nou... Dat wil ik wel. Ik wil er nog tien bij, of ik wil nog. Tien. Daar kun ik bestellen. Maar ik praat met jou over de business. Ja. Wat er allemaal precies in zit. Eigenlijk um, wel of niet relevant, kan ik ook nog iemand erbij halen om erover te praten. Maar dat kan je zelf allemaal regelen. Ja. Wij praten met elkaar over wat je kan in het portfolio van ons en wie het bestellen, daar is het. En dat regelen we en dan gaan we super regelen. En ik ga samen met jou kijken hoe we dat van toepassing kunnen maken binnen jouw bedrijf. Dat wordt zeg maar de rol van de sales. Business. Nou, het gaat in ieder geval over dat je het makkelijker moet maken om, het, om zaken ja. met je te doen. Ja. He, ja. Dus, dus het gaat heel erg over het wegnemen van frictie ja. uit het proces. Want je komt nogal wat frictie tegen. Ja. He, als je dus, als je dus een, een zaken wil doen met een bedrijf en dan moet een nog verder komen, dan komt er, dat komt er allemaal frictie bij kijken. Dus hoe meer je daaruit kan halen, hoe, hoe, hoe fijner die ervaring wordt voor jouw klant. Want ja. dat is ook belangrijk aan het worden. Ja. we zijn allemaal... Ja, als je naar de telefoon kijkt of naar je website gaat, we zijn allemaal gewend aan een soort frictieloze aankoopervaring in ons privéleven. Ja. Als jij op uh, Coolblue iets, iets bestelt. Ja, ja, ja zeker. En ja, dan over een minuut is het klaar. En over twee dagen of de volgende dag al staat de fiets voor je deur met een doos. Ja, dus dat is wat jij levert, de frictieloze uh, koopervaring bij klanten van het IT-bedrijf, van jouw klanten. Precies, en dat proberen we steeds meer te fine-tunen, Dus een hele goede indruk maken. Met zo min mogelijk frictie om, om zaken met je te doen. Ja, cool. Ik ben benieuwd. Ik ben het uh, zeker ook, de, de, de blik naar de toekomst. Ik ben het met je eens hoor. Uh, ik, wij zien het uh, van ons ook over de hele linie. Uh, leveranciers schuiven op op dat technische domein. Uh, klanten vragen meer. Krijgen toch steeds meer weer die techniek weer uh, voorgeschoteld. Dus ze moeten meer naar de klant toe gaan. Er moeten meer business uh, dingen. En dan moet je dus ook... Dat proces weg, weg. Dat moet je verder uit. Ja, moet vereenvoudigd worden. Het moet vereenvoudigd worden. We zijn bijna aan het eind. Jouw laatste um, ja, uh, take-out. Wat is je laatste? Wat zou je nog willen meegeven aan uh, de MSP-markt? Ja, um, nou, ik denk hè, in, in alle drukte waar je elke dag mee te maken hebt, sta af en toe toch eens even stil. En kijk even van afstand naar je bedrijf. En reflecteer daarop om te kijken van, oké, okay, waar heeft bij mij die frictie aanwezig? Ja. En eh, wat, wat moeten wij nou doen om, om het voor onszelf makkelijker te maken en het voor onze klanten makkelijker te maken? En dan zijn er denk ik genoeg kansen, zowel aan je business development als aan het automatiseren van je processen, waar je nog mee aan de slag kan. En het is vaak, eh, korte termijn kost wat energie, maar dat levert lange termijn echt wel veel tijd en winst op. Dus stap even uit het proces, even een stap terug, ga erboven staan. Al dan niet met meer mensen binnen je bedrijf. Maar ja. even, even uit dat. Ja, het is natuurlijk altijd hands on deck. Hè? En we zijn altijd druk. Maar, maar het is toch goed om, uh, om af en toe even de boel uh, op te schudden. Nou, ja, dat is een mooie laatste. Ik vind het uh, uh, supergoed. Uh, ik kan het iedereen aanraden. Ga er even uit. Stap even uit je proces. Kijk naar je eigen bedrijf. Wat ben je aan het doen? Waar ga je de komende vijf jaar naartoe? Luister eigenlijk dan, hè, als je dit denkt, ja, maar wat dan? Luister nog even naar wat Victor net zei. Want ik denk dat dat ook daadwerkelijk de toekomst is voor de MSP'er. Victor, dankjewel. Vond je het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, graag nog een keer. Lekkere dynamiek. Tot de volgende keer. Dankjewel.